praat met Karel van Louwe van N-VA, die heel scherp de terreurbeweging Hamas veroordeelt en iedereen die ook maar enigszins hun daden probeert te vergoelijken. We praten met Karel van Louwe van N-VA over een zeer letterlijk brandend actueel onderwerp. Heel het conflict beperkt nu tot Israël en Palestina, maar misschien het hele Midden-Oosten. U vroeg een standpunt van de Vlaamse regering, waarin ze inderdaad Vlaams minister-president Jan Bon ondubbelzinnig veroordeeld heeft wat Hamas daar allemaal heeft aangericht. En tegelijk toch moeten we zeggen, het medeleven met alle onschuldige slachtoffers, dan denk ik aan beide kanten. Bent u het daarmee eens? Ja, dat klopt natuurlijk, want door de brutale aanvallen van Hamas in Israël op onder andere dat vredesfestival in die verschillende dorpen waar jongere kinderen, baby's vermoord zijn, waar ouderlingen vermoord zijn, waar ongeveer 150 mensen gekidnapt zijn, blijkt dus dat er een enorme tegenreactie is gekomen van het Israëlische leger. En die hebben natuurlijk veel onschuldige Palestijnen ook gedood. In de Gazastrook, wil ik in de Gazastrook zijn er inderdaad ook onschuldige slachtoffers gevallen. Maar men heeft natuurlijk een barbaarse daad gesteld. En er is natuurlijk, een volk heeft het recht zich te verdedigen. Er kan gediscussieerd worden of dat buiten proportie was. We stellen vast dat het Israëlisch leger zeer daadkrachtig heeft gereageerd. Maar dat zijn natuurlijk ook onschuldige slachtoffers. Ja. Maar we mogen niet vergeten dat er barbaarse daden zijn gesteld door Hamas. Wat wou ik net zeggen, ook in de tussenkomst van Jan Bon, zegt hij, maar we willen wel dat de militaire acties volgens de normen van het internationale recht verlopen. Dus met andere woorden, men heeft inderdaad wel schrik dat de tegenreactie van Israël, hoe begrijpbaar ook, maar misschien wel wat vreselijker zou kunnen zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. We moeten natuurlijk zien wat Hamas gedaan heeft. Mm-hmm. Die hebben op één nacht 2.000 tot 3.000 raketten afgeschoten op verschillende Israëlische dorpen, steden, zelfs Tel Aviv. Tel Aviv is geraakt. En natuurlijk, een volk, een leger, heeft natuurlijk de taak om zijn land te verdedigen. We moeten natuurlijk nu afwachten wat dat zal teweegbrengen. Het is een kruidvat. Het wordt gewoonweg erger. Mm-hmm. Wij pleiten natuurlijk voor dialoog tussen die landen. Wij zijn absoluut altijd voorstander geweest van een twee-staten-oplossing. Ja, misschien moet u dat eens even kort uitleggen. Want ja, wat is dat, die twee-staten-oplossing? Ja, dat wil zeggen, goed, er is de Joodse staat, Israël, maar daarnaast moeten dan de Palestijnen ook een eigen stuk land, een eigen staat kunnen opbouwen. Maar natuurlijk, zoals u weet, hebben we de Gazastrook en dan de Westbank. De westelijke Jordaanoever, dat is eigenlijk Palestina, die inderdaad in twee stukken verdeeld is. Dan hebben we uiteraard Israël. Israël kan toch wel een democratie genoemd worden, is een democratie. We kunnen discussiëren over de huidige regering, maar die heeft een meerderheid in het parlement. Ja, die zich zeer hard opstelt, harder dan ooit, zeggen sommigen. Dat klopt dat die zich zeer hard opstelt. Dat zijn partijen van rechts tot extreemrechts die inderdaad... Vreemd genoeg natuurlijk. Vreemd genoeg inderdaad. Maar we hebben natuurlijk wel vele verkiezingen gezien in Israël. Dat is nu namelijk de wil van het volk, dat is de Knesset. Ja, de beslinger is van links naar rechts ook geslaan en zal misschien terug veranderen. Maar waar ik ook wou naar kijken, u hebt een mooie stamboom in het Vlaams nationalisme. Mm-hmm. Een nationalist kan toch ook begrip opbrengen voor de verzuchtingen van dat Palestijnse volk. Dat is een volk dat alleen maar vraagt om een groot stuk autonomie, zelfbestuur, et cetera. Ja, dat moet u dan toch wel... Niet als muziek in de oren klinken, dat maar wel begrip opbrengen. Dat ligt mij bijzonder nauw aan het hart. Ja. Zelfstandigheid, de autonomie van een volk. Maar men moet natuurlijk ook respect hebben voor de democratische regels. Ik wil altijd, wanneer je komt tot zelfbeschikking, dat via democratische weg, democratische regels. Ik vind dat inderdaad er autonomie moet gegeven worden, een twee-staten-oplossing. Er is vooral discussie over waar die grenzen juist liggen. We stellen vast dat daar inderdaad nederzettingen, waar we in onze resolutie ook wel kritiek op hebben. Maar we moeten natuurlijk streven via dialoog op een vreedzame weg komen tot... Okay. Want tot een twee-staten-oplossing. Nu zien we dat natuurlijk in de verwarring van de eerste dagen, zal ik maar zeggen, we allemaal zeggen, we staan als één man en vrouw achter Israël. Maar laten we niet vergeten, doetjes zijn dat natuurlijk ook niet. Hè. We mogen niet vergeten dat Israël toch ook wel een paar dingen op zijn kerfstok heeft. Of moeten we dat nu allemaal maar vergeten en zeggen...
klopt natuurlijk, Hamas is de grote schuldige en moet gestraft worden. We hebben natuurlijk die barbaarse praktijken ook gezien. En ik sta nu inderdaad achter Israël, absoluut, omdat ik die barbaarse praktijken, die aanvallen die er geweest zijn tegen dat vredesfestival, tegen die verschillende dorpen, op die verschillende steden, dat we dat moeten veroordelen. Dat is hetzelfde, bijna dat is eigenlijk het 9-11 dat nu Israël meemaakt. Ja, dat is al een paar keer opgedoken. Nu, van de kant van de PvdA hoorden we Jos Daase zeggen, ja, wij vinden dat ook onaanvaardbaar, maar vroeg je dan... Ja, denk eens aan, ik hoor geen verontwaardiging over de bezettingspolitiek van Israël, et cetera, dus een beetje eenzijdigheid. En ja, hij werd eigenlijk van alle kanten belaagd, alsof hij zich plotseling achter Hamas zou zetten. Zijn die reacties volgens u toch niet een klein beetje overdreven? Nee, ik denk het niet. Ik denk er is geen plaats meer voor kritiek, blijkbaar. Ik denk dat meneer Daase de resolutie van ons totaal niet gelezen heeft, omdat wij wel de verschillende kibbutz die er... Al dan niet rechtmatig. Ja, de nederzettingenpolitiek die de nederzettingenpolitiek hebben we wel degelijk veroordeeld in de resolutie. Dus hij heeft gewoon de resolutie niet gelezen. We stellen vast dat er natuurlijk van de PvdA dat zij zich altijd op een bepaalde positie zetten, waar dat zij blijkbaar geen enkel probleem hebben om zich in de hoek van Hamas te zetten. Zij spreken niet over een veroordeling van Hamas, die een terroristische organisatie is. Goed, hij noemde het ook onaanvaardbaar, maar wat mij opviel, zei u zelf, Hamas, dat blijkbaar tentakels heeft tot in België op bepaalde partijfeesten of in bepaalde verenigingen. Dat verwonderde mij. Kan u dat uitleggen? Wel, het klopt dat inderdaad op bepaalde betogingen hier in Brussel, dat we daar niet alleen Palestijnse vlaggen, waar ik zelfs nog een sympathie voor heb, maar dat we daar toch wel figuren hebben die mogelijk wel tentakels hebben met verenigingen die terroristen zijn. Voor sommigen zijn Hamas-verzetstrijders. En horen we, ja, dat is gewoon het verzet. Zelfs bepaalde verenigingen hier in Vlaanderen zeggen dat zijn verzetstrijders tegen de politiek. Maar Hamas staat op een lijst van terroristische organisaties in de hele Europese Unie, in de hele westerse wereld. Dan kan je niet zeggen, ja, je kan dit niet nuanceren. Je kan dit niet nuanceren. Dat is niet ja, maar je moet deze politiek van Hamas gewoon veroordelen en eigenlijk niet zomaar daar zoete broodjes mee pakken. Nee, natuurlijk niet. So far, so good. Maar moeten we ons dan inderdaad zomaar blindelings achter Israël scharen en die oorlog misschien helemaal laten ontsporen, dan denk ik ook in de oude Vlaamse traditie aan wat er op de IJzertoren staat. Mm-hmm. Nooit meer oorlog. Dat klopt. Ik ben absoluut een pacifist. Dat is ook wat in deze resolutie staat. Wij wensen dat er een dialoog tot stand zou komen, dat de Europese Unie, de Verenigde Naties, daar hun taak zouden in opnemen. Ik ben een pacifist. Ik ben tegen iedere vorm van oorlog. Maar ik stel vast dat er wel terroristische activiteiten worden ontplooit. En daar moet een volk zich ook durven tegen en moeten tegen verzetten. Oké, dan kan ik met u maar hopen dat we die slogan op de IJzertoren ooit kunnen waarmaken en dat men zo verstandig genoeg is daar om inderdaad eindelijk aan tafel te gaan zitten en het bloedvergieten te stoppen aan beide kanten. Bedankt voor het gesprek, Karel van Louwen. Graag gedaan.